KWB Ardooien organiseerde op zondag 2 oktober de eerste Skobiak-tocht, genaamd naar de Ardooise dorpsfiguur. Er waren 452 inschrijvingen voor deze eerste editie. De tocht startte nabij de Ark. Het parcours slingerde zich verder door de kleiputten in Eegem en het provinciedomein ' t Veld in Ardooien. Wat vond u van het parcours? Ja, het parcours was heel prachtig. Ietsjes jammer van het weer dat we deze nacht gehad hebben. Maar anders was het een prachtig parcours. Landelijke wegen, bos, kleiputten. Heel interessante keer. Iets aparts. Iets dat we weinig tegenkomen anders. Prachtig parcours. Is het om volgend jaar opnieuw te doen? Ja, maar zeker weten, zeker weten. En proficiat aan de organisatie. Eerste inrichting. En ik vind chapeau voor de organisatie. Ze mogen zeker verder doen. Hoe is het meegevallen? Wel, veel modder onderweg. Het parcours anders was goed, een beetje goed verdeeld tussen off-road en road. Maar de stroken die off-road waren erg modderig. Dat was lastig rijden. Het weer is niet echt meegevallen voor zo'n rit? Wel, tot halfwege de tocht hebben we geen regen gehad. Maar daarna ja, was het water hitte natuurlijk. Ja. En dat maakte het nog een keer extra zwaar. Hè. En hoe is het meegevallen? Heel goed, hè. Het was wel een beetje vettig met de regen, maar het is heel goed meegevallen. Wel fysisch zwaar, voor de tweede keer dat ik rijd. Ik ben er content van. Volgend jaar komen we terug. Dus verleden week in Beeslaar voor de eerste keer. En nu hier. Hopelijk gaan we alle weken verder doen. Hè. Je hebt de microfoon te pakken ondertussen. Ja, zeker. Zeker. Het is een toffe sport. Je doet dit regelmatig? Ja, heel zeker. Nu al regelmatig, ja. Maar doe er snelheid mee. Dat is goed voor de winterbasis of voor de basis aan te leggen nu. En dan ben ik veel in de mountainbike. Een parcours om volgend jaar opnieuw te doen? Heel zeker, dat staat al vast. Hoe is het parcours meegevallen? Laat dus zeggen dat het een uitdaging was. Redelijk modderig, zwaar, maar ja goed. Doe je dit regelmatig? Eén keer per week. Eén keer per week toch? Ja. Zondag voormiddag. Hè. Ja. Een toffe sport? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Het is leuk, het is variatie, het is in de natuur. Hè. Dus je zit er uit. Hè. En nu nog een goede leffe? Zeker, ja, mag er twee zijn ook.